Zeer, zeer goeiemorgen allemaal. Ja, ik ben een en ander aan het updaten. Ik kan dat niet meer nemen. Ik kan dat hier niet meer aan. Ik wil zeggen, ik ga ook een standaard meenemen naar waar ik moet gaan verkiezen. In het andere maal die rond. Ik ga nu nog gauw de afwas doen, hier wat opruimen. Dat is de stem moet ik houden. Dat is voor haar papa. Hij is al betaald, dus dat mag weg. Dat mag weg, dat mag weg. Dat mag weg. Het is nog maar 7:15. Allee, 7:20. Het is morgens vroeg. Een 4:15 moet ik vertrekken. Dan vertrek ik richting de sporthal de Alk. Ik ga nog heel snel een kleine opname doen na de afwas. Ik ga het proberen. Ik ga nog de stemtest doen. Die ga ik dan ook nog opnemen en die ga ik dan ook nog hier proberen in te steken als het nog lukt. Hè. Dus tot ziens. Ik ga nu afwassen. Ik heb ook tijdens het afwas nog wat opgeruimd. Ik heb ook wat mijn was heb ik ook wat klaargemaakt, dus ik ga die ook meenemen. Maar eerst wat ik ook ga doen, dus ik ga vanaf met een auto, dus ik ga niet met een auto daar naartoe, ik ga te voet daar naartoe. En daar zal het toch echt heel druk zijn. En een harnas doe ik aan. Ah nee. Eerst moet er nog iets anders aan. Lastig. Goed. Dan is nog mijn powerbank en ze biedt nog niet. Ik heb ook nog mee, dus mijn powerbank, dus dat ik nog niet zonder stroom val. Dat is ook heel belangrijk. Oké. Dan s'avonds, mijn schatje ligt nog niet te slapen. S'avonds ging ik haar. En dan ging ze de kant zij kan stemmen. Zij kan langer stemmen dan ik. We doen het hier met met de rode koppel. Dus ik doe 1000. Dan gaan we nog een keer proberen.
dat zit er nog op de grond. Nu voel ik het wel zand. Ja, ik voel het beter aan. Ja. Voilà. Top. Dus ik ga die GoPro hier nu op monteren. Ik ga nog de dingen pakken. De, zeg het, powerbank, die is 100%. Hell yeah. Voilà. Die zie ik dus hierin, van boven. Dus als ik echt stroom nodig heb, dat ik ook stroom kan aftappen. Check. Mijn SIM-kaart heb ik ook. Check. Mijn portefeuille, want daar zit ook mijn pas in. Hopelijk. Altijd voor de veiligheid checken. Die hebben we nu direct nodig, dus die ga ik ook bovenaan leggen. Oeh, wat een gangster vlog. Zal ik die gangster, omdat ik daar weer dan hier van boven leg. Dat ik dus durfde van hier ook nog even doen. Voilà. Nou, dat is eigenlijk wel goed vol. We gaan het trekken. Dus ik heb ook chocomelk mee om te kunnen drinken, dus kinder, dat is top. GSM mee, top. Denk er ook aan, vandaag is ook vadergestag, top. Voilà. Dus dan ga ik eens vertrekken. Tot zo hebben ze allemaal. Yo, 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 yo. Nee, dat had ik nog niet gedaan, hè, mensen. Nu dat ik niet zeg van yo, 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 yo. Deze fragment is gewoon niet gedaan. Allee, dat is leuk. Buiten staat er echt een massa's file. Want voor de komende stemmen. Wow, wow, wow. En ik heb redelijk wat ook opgebracht. Dus er is redelijk wat binnengekomen. Ik heb mijn dingen weer al aan, mijn harnas. Ik ga nu richting naar mijn thuis gaan. Want er moet nog iemand gaan stemmen. Dus ik ga nu thuis. Allee, tot zijn we allemaal. En ik zal zeggen dat ik het zien. Aangekomen. Ik ben gaan stemmen, dat is al één, dat is al goed. Twee, jullie hebben gezien wat een wachtrij dat er al stond aan de stemlokalen. En nummer drie, holy shit, stond ook al redelijk veel nog aan te schuiven voor richting gaan te stemmen met de auto. Zat er een godganse files, man. Ik hoop niet dat er redelijk wat files is. Richting de stemlokalen van mijn vriendinneke Bea. Ja, wat er dan? Oh, en het is zo beautiful weer. Beautiful weer. Oh, I love it. I love it!
Zo, hier thuis terug aangekomen. Ga ik deze bestanden wat ik nu al heb opgenomen al op mijn PC zetten. Mijn vlog die ik deze morgen heb opgeslagen, ga ik nu ook al online gooien. Daarna laat ik mijn lievertje rustig op zijn haar gemakje haar koffieken op drinken. En dan zijn we richting Rungst aan het rijden. Valessa, ik ga even gewoon mee aanmelden. Eens even kijken hoe groot dat die vlog is geworden. En ik had er zo wat benieuwd naar. gigabyte. Yay! Top! Oei. Ook nog top. Zelfs even ergens mijn portefeuille zoeken. Ik heb continu hier zo, hè. Hier heb ik een vast gevoel. En dat is niet leuk. Waarom heb ik mijn portefeuille nodig? Ja, voor mijn pas in te steken. Kijk eens. Oké. Voilà. Dan gaan we eens deze bestanden wat hier nu op staan, even op mijn computer gooien. Vlog uploaden. Klik, 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 klik. Klik, klik. En voilà. Eindelijk een stream gekocht. Yay! Allee, tot Hallo later mensen, allemaal. ik ga Yo. hier even 35 vragen met jullie dus oplossen. Dus ik ga toch nog de stemtest doen. En die gooi ik dan ook al integraal in mijn vlog. Dus je ziet hier dat ik op de VRT nieuwswebsite ben terechtgekomen. Want ik heb gewoon de stemtest ingegeven op Google. Kijk maar. Heb hier de stemtest. Ofwel pak ik die van. Is hier ook eentje. Ja, dat mag. Ja, oké. Postcode, dat is voor mij deze hier. Voilà, dan gaan we deze nemen. Ja, van het laatste nieuws. Banken verplichten om hogere rente op spaarboekjes te geven. Ben ik helemaal akkoord mee. Erkende vluchtelingen minder sociale rechten geven dan andere burgers. Daar blijf ik neutraal in. Dus ik ben niet akkoord. Ik ben helemaal akkoord. Nee, ik ben er neutraal in. Wel van erkende vluchtelingen minder sociale rechten geven dan andere burgers. Laat zij ook de kansen krijgen voor ingeburgerd te worden, vind ik. Voilà. Werkloos uitkering beperken tot 2 jaar. Ben ik ook weer al niet akkoord en helemaal Ik akkoord. kan geen koffie drinken, want ik zie de suiker nergens. Ah, daar, waar die Pokémon dingen op Oh, staat van ik karton. heb Oké. Dus werkloosuitkering beperkt tot 2 jaar. Ik ben daar niet akkoord en helemaal akkoord. Ik sta er ook weer al neutraal in. Waarom? Omdat van ik heb 9 jaar, maar ik heb intensief gezocht naar werk toe. Dus moet dan mijn uitkering dan ook op stop gezet worden als je echt effectief kan bewijzen, echt bewijzen dat je aan het werk aan het zoeken bent. Dus volgende. Het overheidstekort verkleinen door meer te besparen, nieuwe belastingen in te voeren, meer besparen. Vlaanderen onafhankelijk maken op termijn, helemaal niet akkoord. Echt niet. Want ik ga sowieso zeggen, oké, ik ga dan mijn extra even bijnemen. Zo gelijk, haar ouders die zijn gescheiden en ene ouder is dus naar Wallonië verhuisd. Moet dan Vlaanderen onafhankelijk worden, dat er ook een Vlaming in Wallonië is gaan wonen. Dus dan moet die terugkomen naar Vlaanderen toe. Nee. Dus ik ben daar helemaal niet akkoord mee. Laat de mensen toch wonen waar ze willen en Vlaanderen gewoon België als België behouden. Rijbewijs met punten invoer, waardoor bestuurders na meerdere overtredingen hun rijbewijs kunnen verliezen. Oeh. Dat is een moeilijke voor mij. Oké, ik ben akkoord, ik ben akkoord, ik ben akkoord, ik ben akkoord. Nieuwe kerncentrales bouwen.
ik ben daar helemaal akkoord mee. Oké, er is meer dan ontploffingsgevaar, die dat. Maar we hebben toch ook wel redelijk veel stroom nodig, want tegenwoordig wordt alles gemaakt op stroom. Dus hoe raken we aan stroom? Meer kerncentrales. Voilà. De voedselprijzen in de supermarkten bevriezen. Helemaal akkoord. Trek akkoord. Ik ben er echt heel akkoord mee, want het leven is nu al duur genoeg. Oekraïne. Militair en financieel sterker steunen in de oorlog met Rusland. Daar ben ik helemaal akkoord mee, want Rusland moet stoppen met oorlog te voeren tegen Oekraïne. Laat de Oekraïners toch eens met rust. In mijn rugzak. Ja. Mijn rugzak. Ja, ik had chocomelk en heb ik gedronken toen ik daar stond voor de donaties. Dus Oekraïne militaire financieel zeker steunen in de oorlog met Rusland. Ik ben daar helemaal akkoord mee. Dus laat Rusland maar eens voelen wat Europa kan. Tabak, sigaretten en vapen verbieden voor wie jonger is dan 18 jaar. Ben ik helemaal akkoord mee. Maar ze moeten zelf nog altijd beslissen als ze gaan roken, ja of nee. Daar sta ik helemaal vanaf. Ik moedig het niet aan. Ik moedig het echt niet aan. Dus wat ik wel aanmoedig is, blijf er alsjeblieft zo lang mogelijk van af of blijf er voorgoed van af. Echt waar. Het is voordat je het weet, gaat je gezondheid iets achteruit met de sigaretten. Omdat dat maakt op je longen iets heel vies. Waardoor je ook een piep op je longen kunt krijgen en dat is eigenlijk niet fijn. Maar het is ook heel moeilijk om te stoppen. Dus daarmee dat we zeggen van blijf er best van af. Oké, ja, dat is wel waar. Je melk moet er nog in. Oké. Meer opvangplaatsen creëren voor asielzoekers. Ja, natuurlijk. Stel dat hier oorlog uitbreekt, ik denk dat die landen die wij mensen hebben geholpen, dat die dan ook ons uit de nood gaan helpen voor burgers. Ik geef dat eerlijk toe. Dus ik ben er akkoord mee. Helemaal akkoord. Voilà. Volgende. Dan de automatische indexering van lonen afschaffen. Niet akkoord. Dus dat moet altijd mee omhoog gaan. Meer inzetten in het onderwijs op het welzijn van de leerlingen, de schoolresultaten van de leerlingen. Ja, ik heb hier een vettige kop, maar ik heb me straks een bot. Ja, dat weet ik. Ja, nee, het is voor. Ah, de voor mensen. De kijkers. Ja, oké. Dus mijn zieke schat, hoeveel? Alsjeblieft. Twee keer. Oké. Denk meer voor het welzijn van leerlingen. Dus ja. Meer inzetten op het welzijn van de leerlingen. Volgende. Gevangenisstraffen altijd volledig uitvoeren. Helemaal akkoord. De voltijdse werkweek inkorten van 38 naar 32 uur met behoud van loon. Helemaal akkoord. Iedereen zal daar akkoord zijn. Echt waar, heel Vlaanderen zal daar echt mee akkoord zijn. Het rusthuis mag nooit meer kosten dan het pensioen van de bewoner. Daar ben ik ook eigenlijk helemaal akkoord mee. Want tegenwoordig is het al duurder dan als ze van een pensioen trekken, waardoor dat de dochter of de zoon of de x dat eens een keer financieel moeten bijstaan. Ja, dat is waar. Voilà, en daar vind ik het jammere systeem aan van rusthuizen. Rusthuizen zijn noodzakelijk. Wat soms ook op factuur kan gaan, is... Ja, dat kapper, ja. Ay, dat is via factuur, dacht ik, maar ik weet het niet. Ik mag daar eerlijk niks over zeggen. Dus maar rusthuizen, ik vind het op zich des belangrijk, want als je later oud bent, zijn je blij dat je geholpen kunt worden. Ja. Dat er... Vooral als je klachten hebt. Mm-hmm. Dat hoort waarschijnlijk dat de dochter of de zoon of de x u niet kan helpen, dan is echt een rusthuis een heel mooie stopplaats voor uw mama of papa, of de x, te plaatsen in een rusthuis. Omhoog van daar heb je dan ook weer al helpende handen.
Maar het mag ook niet te duur worden voor de bewoners die daar gaan inwonen, dat het niet meer dan wordt dan het pensioen wat zij ook trekken. Dat vind ik dan niet kunnen. Volgende. Meer investeren in betere wegen, openbaar vervoer. Betere wegen voor mij. Ah ja, ik pak heel weinig de openbaar vervoer. Ik geef dat ook eerlijk toe, mensen. Ik pak dat echt heel weinig. Volgende. Het aantal immigranten in België begrenzen. Nee, niet akkoord. Waarom niet? Ze mogen ook altijd, van mij uit, mogen ze altijd, hebben ze altijd een kans voor hun in te burgen. Als het niet lukt, ja, dan terug naar hun eigen land. Minder belastingen heffen op arbeid en meer op consumptie op kapitaal. Wat ze daarmee bedoelen, ik weet het niet. Dus daar blijf ik dan neutraal in. Sorry, ik ben daar niet in thuis van belastingen en consumptie en kapitaal. Daar ben ik totaal niet in thuis, dus ik weet ook niet wat dat allemaal betekent. Dus dan blijf ik daar neutraal in. Abortus toelaten tot 18 weken in de zwangerschap in plaats van 12 weken. Ik ben daar helemaal akkoord mee. Ik ben er echt helemaal akkoord mee. Waarom? Dat is mijn mening. Stel dat er een serieuze ruzie is ontstaan. En er is dan een miskraam gebeurd. Waardoor dat toch het kind geboren wordt als met beperkingen. Zou jij graag geboren worden met beperkingen? Ik denk het niet. Dan denk je ook liever dat je heen bent gegaan, dat je dan altijd op hulp moet vallen. Mag ik dan mijn mening zeggen? Dat was dus mijn mening. Dus abortus toelaten tot 18 weken ben ik daar helemaal akkoord mee. Ja. Ik vind dat bij abortus eigenlijk moet nagedacht worden. Er zijn heel veel mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Ze kunnen die ook baren voor die mensen die geen kinderen kunnen krijgen en die het wel willen. Zo'n traag moederschap. Ja. Dan. Dat is ook wel iets heel moois, maar abortus toelaten tot 18 weken wil ik wel laten toestaan. Waarom? Omwille van ook bijvoorbeeld, als het toch een gehandicapt kind is bijvoorbeeld, ze zeggen van ja, het is 90% met beperkingen. Wilt jij leven met 90% beperkingen dat jij continu echt hulp moet nodig hebben? 24/7. Dan vind ik dan abortus dan weer wel toegestaan is tot 18 weken. Als ze dan kunnen merken van, daar is iets mis mee. Alleen als er iets mis mee is, hè mensen, van de vrucht. Ja, oké. Maar hoe je het net verwoordde, kwam dat anders in mijn keelgat terecht. Oké. Volgende. De job van leerkracht aantrekkelijker maken door de lonen fors te verhogen. Ben ik helemaal akkoord mee, want die verdienen nog altijd te weinig, vind ik. Omwille van, er is lerarentekort, hoe komt dat? Omwille dat de lonen nog daar altijd redelijk laag liggen. De kilometerheffing invoeren, zodat de autobestuurders die meer rijden, meer betalen. Helemaal niet akkoord, want ik rij veel. Jullie weten dat, hè mensen? Ik rij veel. Dus, ik ben daar niet akkoord mee. Volgende. Kinderen van voltijdswerkende ouders voorrang geven in de kinderopvang. Ben ik helemaal akkoord mee. Want er moet geld in de kassa komen voor als ze kunnen betalen. Een totaal alcoholverbod invoeren voor bestuurders. Jawel! Sorry mensen, als er nu heel veel mensen tegen mij gaan zijn. Ik ben er helemaal akkoord mee. Voilà. Belastingen gelijk trekken voor gehuwden en alleenstaanden. Niet akkoord. Omwille van, bijvoorbeeld dat de partner weer meer verdient dan, dat de man meer verdient dan de vrouw. Ja, er moet ergens een middelweg gevonden worden, vind ik. Voilà. De verplichte legerdienst invoeren voor 18-jarigen. Oei. Ik ben er wel akkoord mee. Maar ik heb het nooit meegemaakt. Verplichte legerdienst invoeren voor 18-jarigen.
Nee, ik ben er akkoord mee. Ik ben er akkoord mee. Alhoewel van, de oorlog is al redelijk dichtbij, dus ja, ik ben er akkoord mee. Een rijkentax invoeren voor de grootste vermogens. Ja, helemaal akkoord. Het dragen van hoofddoeken overal toelaten op de werkvloer. Helemaal akkoord, want ze moeten ook... Bijvoorbeeld de mensen van hun geloof moeten hun eigen geloof ook nog altijd kunnen respecteren, vind ik. En ze moeten hun daar ook nog altijd goed bij voelen. Want ik heb al soms ook zo gemerkt van ze moeten dan de hoofddoeken af doen. Dan voelen ze zich ook weer al niet meer 100%. Dus dat zijn ze gelijk wij. Moeten wij dan ook al onze kleren uitdoen? Dan voelen wij ook ons naakt. Dus gelijk ook die mensen die hoofddoeken dragen, die voelen zich dan ook gekleed. En als ze dan niet draaien, dan voelen ze zich ook soms naakt. Oké, volgende. Minimumloon optrekken van 2000 naar 2800 euro bruto per maand. Helemaal akkoord. Blijf op de hoogte. Oké, nee. Mijn resultaat. Ik wil dus nu mijn resultaat. Dat ga ik nu bekijken. En dat is geworden... Caroline Guinness van Vooruit. Oei. Hoe maakt de lijsttrekkers... Je kan... Oké, dus Chris verduikt met Vooruit met 68%. Gabi Kolobunders met 61%. Ziet dan open VLD. Met 61%, dan Elke Eetje van Groen met 60%. Yashin met 58%. NVA met 55%. Ziet dat waar pas Vlaams Belang komt op mijn 52%. Ho ho ho. En dan hebben we hier de federale verkiezingen voor u. Dan CD&V, BVDA, Vooruit, Groen, Open VLD, Vlaams Belang en dan N-VA. Dan de Europese verkiezingen. Daar heb ik Vooruit als eerste staan. Dan Groen, BVDA voor u. CD&V, Open VLD, N-VA en dan Vlaams Belang. Dus je ziet, Vlaams Belang staat toch nog redelijk laag bij mij, hè? Dat is het niet, schat? Dat echt Vlaams Belang altijd het laatste staat. Toch raar? En op Discord... dat is echt waar, hè, mensen. Op Discord nu zeggen ze van... Die is psycho, die gaat op Vlaams Belang stemmen. Die is psycho, die stemt op Vlaams Belang. Ik ga nu heel eerlijk zijn. Ik ben een stemhonkje binnen geweest. En ik heb niet op Vlaams Belang gestemd. Op wat ik wel heb gestemd, dat hou ik voor mijn eigen. Waar mijn lieverd op gaat stemmen, dat houdt mijn lieverd ook voor haar eigen. Dat moet ik zelfs niet weten, hè, schatje? Dat moet ik zelfs niet weten te komen, hè? Op wie dat je gaat stemmen. Dat moet niet. Dat moet niet. Je mag dat. Je mag dat altijd zeggen. Oh ja, ik heb op die gestemd of op die gestemd. Maar dat moet niet. Nee, dus dat. Voilà. Denk daaraan, deze verkiezingen waren wel verplicht, hè? Nu in oktober, de volgende verkiezingen zijn niet verplicht. Dus het is maar, het is nog altijd beter dat je wel gaat stemmen dan niet gaan stemmen. Waarom? Omdat van, het is uw gemeente waar je mee speelt dan. Voilà, dat zal zeggen. Zeg mensen, ik ga jullie nu hier laten, want ik heb nu wel redelijk lang de stemtest gedaan. Dus ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Want ik ga mijn schatje toch wel zelfs nog richting ja, haar thuisje moeten brengen. Tot later. Ah ja, voor de moderator, hè. Pas op, ik heb mijn botten wat strenger afgesteld. Dus als je zelfs ook met scheldwoordjes begint te gooien, word je getimed. Zelfs ook de moderatoren moeten ook soms eens aangepakt worden. Dus tegelijk, ja, EXO heeft dus nu een timeout van 1 uur. Dat hij heeft geschreven, fuck you, maat. Oké. Okay. Fuck you terug, hè. Dus ik ben nu even alles aan het kijken, dus dat ik alles terug mee heb, dat is... mijn portefeuille moet ik nog alleen nog terugvinden. En waar heb ik die gedaan? Hoogstwaarschijnlijk hier, zo in dat gangstje. Ah nee. Op mijn slaapkamer, mensen. Op mijn slaapkamer.
die zit hier ook in. GSM heb ik mee. Sleutels heb ik mee. Schatken heb ik mee. Mijn schatke haar sleutels heb ik dan weer al niet. Oh. Ja, en die met mijn spaarpot wel kwijt van de Rode Kruis Vlaanderen. Maar ja, maakt niet uit. Voilà. Ja, we zitten toch wel mooi op een half uur vlog. Dat is toch wel al mooi. Samen met de stemtest. Ben ik wel blij omdat ik die test zo eens heb gedaan dat jullie ook eens kunnen zien van denk niet op laatste lang stem. Nee. Iedereen mag het weten. Vlaanderen terug van ons. Ja, you're right. En een goede catch. Ik ga eens kijken naar haar reactievermogen. En die is top. Echt een blauw duimpje omhoog voor haar, dat ze goed kan vangen. Ja, mensen. Ah ja, en mensen, even nog eens tussendoor. 26, 27 en 28 september zijn we aanwezig op Ixalan 2.21 in Nieuwerkerken. Er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar. Dus als je er ook wil bij zijn, moet je redelijk snel zijn en surfen naar www.xlan.be. www.xlan.be. Dus ik zal zeggen, allen daarin, dus bij de OC De Brug in Nieuwerkerken. Alsjeblieft. Bij deze heb ik even reclame gemaakt. Dus ik kan nu... een schatje dus richting haar thuis brengen. Dan gaat ze haar haar eraan doen. Ja, en mijn haren even een dot of zo. Ja, en een dot doen. En dan gaat ze stemmen. Want ze is ook stemplichtig. Hè? Jammer genoeg. Stemmen is verplicht. De Europese stemming is nog altijd verplicht. En dan zullen ze nooit gaan afschaffen. Zogelijk de gemeentelijke verkiezingen, schiet me niet dood, maar ze hebben mij wel al wijsgemaakt, ofwel is het wel de waarheid, ik weet het niet. Dan moeten jullie zelf ook dan eens beslissen en hier in de reacties dan laten weten. Is dan stemmen niet meer verplicht, hebben ze mij even gezegd. Je moet niet opgaan, maar je gaat toch best. Ik heb het ook bij de stemtest ook daar eens uitgelegd waarom dat je best dan wel gaat voor uw gemeente in een goede daglicht te zetten. En ja, ik heb ook een hand geschud bij Mike Pinksen. Jullie hebben het ook gezien. En mijn thuislapje met het terug naar huis te gaan. En op mijn terug naar huis te gaan, hebben jullie ook gezien dat ik ook mijn collectorsbusje ook heb overhandigd aan mijn volgende collega's. Nu ga ik vertrekken, of anders begint het ook redelijk laat te worden, ook voor haar voor gaan te stemmen. Tot later. Yo, yo, yo. Zo mensen, dames en heren. Ik ben hier lekker aangekomen. Hier bij haar thuis dus. De eerstvolgende pitstop. Ik heb ook al mijn brief overhandigd aan... aan mijn vader voor Vaderdag. Dus mijn vader was er heel content mee. Dus ja. Dus die missie is ook... completed. Voilà, completed. Dat woordje was ik aan het denken. Completed. Dus. Alles komt wel in orde. Top. Dus die missie is al completed. De tweede missie is ook al completed. Naar Bea haar thuis te rijden. Nu is Bea haar even haar om aan het kleden. Dan kan Bea ook gaan stemmen. Dus dan ga ik daar wachten tot ze terug buiten is. En dan moet Bea nog doorgebracht worden naar haar mama toe. Om, daar hebben ze een etentje op staan. Ja, ja. En dan voor mij is het dan een rustmoment. Echt waar. Nee, ik ga dan echt niks doen. Ik ga eens, echt eens, nu is het echt eens voor mij eens een dagje nemen. Ik ben elke dag wel bezig met van allerlei dingen. Maar,
Naar mijn eigen kijken, daar heb ik heel weinig gedaan nog de laatste tijd. En dat moet ook eens gebeuren. Dus niet altijd bijvoorbeeld voor YouTube opkomen of eens voor iemand anders er eens gaan te helpen of zo. Nee. Oh, druk haar gsm aan. Ik heb haar gsm ook gekregen, dat ze niet kan treuzelen hier binnenin bij haar woning. Voilà. Oh, ik heb ook nog een bericht teruggekregen. Oh, een leuke bericht. Nee, ik moet alles wissen. Wissen. Voilà. Dan is ook alles gewist op mijn gsm. En dan zet ik op mijn gsm terug Waze op. Ik sta stil, hè, mensen, nu. Dus ik mag nu wel met de gsm zitten te filmen. Of zo met mijn handen van het stuur blijven. Ik ben toch niet aan het rijden. Plus, ik sta geparkeerd. Valessa, Waze gaat aan. En voilà. Want ja, ik zet die altijd, wacht, ik ga het jullie laten zien. Of anders zien jullie direct ook waar ik sta gestationeerd. Dus ik zet altijd mijn gsm dus zo eigenlijk. Voilà. En ik ben al 1 km per uur aan het rijden, hè mensen? 1 km per uur. Ah, nu 0. Stond 1 km per uur op. Zo mensen. Ik ga jullie nu laten. Dus nu zelfs de volgende pitstop is de stemlokalen van mijn allerliefste schat ter wereld, Bea! Ik ben zo happy met haar. Ik ben zo happy. Happy, 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 happy. Bestaat er iets van happy? Bestaat er iets van happy? Happy, happy, happy. Even kijken op YouTube. Iets van happy. Happy. Happy, happy, happy. Happy en happy. Nee, happy, happy, happy. 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 Happy, happy, happy. Voilà. Happy, happy, happy. Nee. Oh jawel. Er staat dus wel precies eentje van. Maar eerst is reclam. Oh my god. Light music. This is my happy song. I like to sing all the day long. I'll teach you to the words. Keep singing along. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Great. Let's try again. Nee, we gaan het niet meer doen. Dit is de happy song. Ja, oké. We gaan nu eens vertrekken naar onze volgende pitstop. Tot later allemaal. Yo, 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 yo. Even Waze terug opzetten, hè, mensen. Niet YouTube opzetten als je aan het rijden bent. Niet doen, hè, want dat zijn bewegende beelden. Alleen als je bijvoorbeeld zo gelijk stilstaande beelden hebt. Ik vind dat het dan wel mag waar muziek dan op staat. Ik vind dat, dat je dan wel mocht aansluiten op je radio. Voilà. Maar als je bewegende beelden hebt, ze mogen het ook aansluiten op je radio. Maar leg dan je gsm dan plat op de scherm richting de stoel. Waarom? Dan kun je niet afgeleid worden in het verkeer. Een mooie tip van Psycho. Zo, hier nu een ringskrug opnieuw aangekomen bij de volgende pitstop. Dat is nu de stemlokale van Bea. Maar ik ga daar niet binnenin filmen. Dat doe ik niet. De wet van de privacy ook respecteren. Dus bij deze ga ik dat ook dan ook zo doen.
En daar staat ook al redelijk veel volk, zie ik. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 zo, yo. Na al dat stemmen en al gedoe en Bea naar mama gebracht, ben ik hier geweldig terug bij mij thuis op een appartementje aangekomen. Straks moet ik terug opgaan naar Bea voor haar gaan tellen bij haar mama en dan bij haar thuis af te zetten. Dat heb ik ook haar beloofd. Voilà, dan kom ik die belofte ook na. Nu even wat chillen, wat rusten. Gisteren was het voor mij redelijk laat geworden, ik zal het zo zeggen. En ja, ik ga toch even een klein rustmomentje inlassen. Ik denk dat ik de klok van 4 uur ook heb gezien en om 7 uur ging mijn wekker al terug. Om geen er dan aan de sporthal dan te mogen gaan staan, hè, mensen. Ja, man. Voilà, zo. Allee, sesam toe nu. Dank u. Oh, mannetjes. Oh, ik ben bij u natuurlijk. En ik heb ook de laatste tijd heel veel jeuk aan mijn neus. En ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom. Waarom zijn de bananen krom? Ik weet het niet. Als ze recht staan, vallen ze om. Ja. Weer al een grap woord van Dimitri. Ja. Voilà. Ga ik deze blouse nog uit doen? Ik weet het niet. Ik het niet. Ja. Ben ik blij. Ik ga nu ook al deze bestanden, wat ik nu al heb opgenomen, ook al op mijn computer zetten. Ook al wat monteren. En dan zie ik straks wel nog wel verder. Tot zo, mensen. Ik heb al gezien, dus ik ben ook bezig met het monteren van mijn vlog. Ik heb al gezien dat ik over de 43 minuten al zit. Dus ik vind het al redelijk een lange vlog. Dus ik hoop dat jullie daar ook hebben van genoten. En dan krijg ik hier continu berichten binnen. Ja. Oké, ik ga sowieso nog even een duidelijkheid maken. Dus wie mij nu aan het sturen is, is Amber. Amber is een gewone vriendin. Is één, is al geen ex van mij, want ik heb daar nooit of nooit een relatie mee gehad. Twee, het is een gewone vriendin altijd geweest en dat zal ook altijd zo blijven. En drie, ja, we doen dingen samen, bijvoorbeeld naar Joe FM de party gaan in Antwerpen bijvoorbeeld. Of ik weet nog niet wat wij allemaal ook hebben samen hebben gedaan, maar de laatste keer dat ik ook Amber heb gezien was ook op een Joe FM party in Antwerpen. Dat was in de Waaslandhallen, dacht ik dat dat was. Voilà. En schatje, hoho. Ja, oké, wij moesten redelijk snel zijn, dus daar kan ik niet kwaad om zijn, maar ze heeft wel goed gesmotterd. Ofwel ik, hè. Oeh, en dan zeg ik dat op mijn schat. Ai. Dus dan gaan we dat ook nog gauw afkuisen. Van mijn tafel. Ja, kijk eens, mensen. Hier. Da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Bye bye. Voilà, tot nooit meer. En dan nog hier ook nog. Oh my god. Ja, nee, nu niet gaan bitten op Bea. Die dat niet heeft zuiver gemaakt. Wij hadden haast. Wij hadden haast. Voilà. Dus niet vitten op mijn schatje, mensen. Dank u. En ook niet vitten op Amber. Want het is een gewone vriendin. En het zal ook zo altijd ook blijven. Het is ook geen lief geweest van mij. Wil ik daar ook iets samen mee beginnen? Nee. Want ik heb Bea en dat zal ook altijd zo blijven nu. En daar ben ik ook blij om. Dus
Amber is 1. Geen ex van mij. 2. Is een gewone vriendin van mij. Een gewone vriendin. Tegenwoordig, als je een gewone vriendin hebt, is dat ook al gelijk aan al een partner van u tegenwoordig. Oh my god. Dat is totaal niet waar. Dus Amber is 2 in een gewone vriendin. Een gewone vriendin. Hallo, een gewone vriendin. 3. Ik heb daar dingen samen ook mee gedaan. Dus toen ik naar de Joe FM party, ik heb dat juist ook nog eens gezegd in het begin van deze fragment. Dus ik hoop oprecht dat dit nu ook recht is gezet. En dat jullie niet meer gaan zeggen van, Amber is een ex geweest, daar trek jij ook nog mee op. Nee, het is geen ex van mij. Dank je. En wat haar geaardheid is, dat boeit mij ook voor geen flikker, als zij maar gelukkig zich voelt. Dus als zij met mij eens weg wilt gaan, bijvoorbeeld naar Joe FM The Party, dan pak ik haar ook al te graag ook mee naar Joe FM The Party. Voilà. En dan gaan we daar lekker zingen, swingen, noem maar op. Lekker iets samen drinken. Voilà, meer gebeurt er ook niet. We lachen, we tieren dan misschien dan ook wel eens samen. Maar meer is er niks aan de hand. Het is een gewone vriendin. Punt uit. Voilà, ik hoop dat deze ook recht is gezet. Ik ga dat ook even melden. Dus Amber, kijk, morgen de laatste... Even gaan kijken. De laatste pak 8 minuten. 8 minuten van mijn vlog. Want daar heb ik alles rond jou en mij uitgelegd. Uitgelegd dat je een gewone vriendin bent, geen ex, geen partner van mij, maar een gewone vriendin. Dit heb ik nu gezegd in de vlog, of het vlog, ik weet het niet. Is het de vlog of het vlog? Laat het even hier in de reacties weten. Voilà. Ik hoop dat dat ook dan duidelijk is. Dus ik hoop dat dat ook voor haar dan opnieuw in een rechtszetting is gebeurd. Dus Amber is een gewone vriendin, meer niet. Nu hebben jullie het samen ook gehoord, want ik heb het zelf ook nog eens gestuurd naar haar toe. Dus met de tekst van, jullie hebben het juist gehoord, want ik heb het voorgelezen. Amber, kijk morgen de laatste 8 minuten van mijn vlog, want daar heb ik alles rond jou en mij uitgelegd dat je een gewone vriendin bent. Geen ex, geen partner van mij, maar een gewone vriendin. Dit heb ik nu gezegd in de vlog. Voilà. Voilà. Ik hoop dat dit nu ook een rechtzetting is van al dat heisa gedoe van Amber nu. Was het volgende waar ik mee moet gaan verantwoorden. Ik zal het zo zeggen. Ik weet het niet meer. Voilà, bij deze. Bij deze ga ik nu ook de vlog beëindigen. Of anders wordt het hem echt veel te lang. 43 plus 6. We zitten nu al op 49 minuten. Dus het gaat richting een uur vlog gaan. Dat probeer ik nu eens even te vermijden. Dus bij deze. Ik ga straks ook daar nog Bea gaan uithalen bij haar mama. Dan ben je haar nog thuis afzetten. En dan kom ik terug naar hier toe. En dan zit ook mijn naam ook erop voor gaan te slapen. Voilà. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog is. Of een nieuwe video is. Of een nieuwe short movie is. Of een postje in de community. Dan blijven jullie zeker op de hoogte. Dus bij deze... zeg ik als altijd bij het einde van de vlog. Yo 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 yo